Mijn naam is Maureen. En mijn naam is Chimé. Nou, de eerste keer dat we hier kwamen, toen had Chimé mij verteld, oh kom, laten we hierheen gaan, is misschien wel leuk om dingen te doen. Nikki heeft volgens mij soms wel wat op haar site staan, dat ze wat op Insta deelt, wat er dan die week te doen is en zo. Nou, het is een best wel open plek en de mensen hier zijn meestal ook wel open en zo, om gewoon mensen, ja, hoe zeg je dat, toe te voegen aan deze groep, zeg maar. Mijn naam is Nikki Huisman. Ik ben jongerenwerker in Ten Boer. Mijn functie is zeg maar normaal gewoon het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van jongeren waar nodig. Eigenlijk alles met betrekking tot jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hier bij de Open Studio ben ik echt 2 avonden aanwezig. En zorg ik eigenlijk gewoon dat het een beetje in goede banen leidt. Maar ik ben ook een beetje de stem voor de jongeren. Dus vaak ben ik gewoon met hun in gesprek. Over wat ze leuk vinden, wat ze zouden willen doen, wat ze hier zouden willen doen. Maar ook andere dingen kunnen ze bij mij kwijt. Dus ik probeer zo gewoon veel mogelijk een beetje een vertrouwensband op te bouwen. We zijn hier begonnen met Pimp the Building. Omdat het natuurlijk een leeg pand was, wouden we het opleuken. Dus we zijn begonnen met Gravity Workshops. En elk lokaal heeft een verschillende feeling, vibe zeg maar, gekregen. Dus muziek, creatief. Die hebben ook allemaal andere soort muren gekregen. We hebben ook een lokaal waar bijvoorbeeld de skyline van Ten Boer zit. We hebben al timmer workshops gehad waar ze hun eigen meubels hebben gemaakt. En dat was ook heel relaxed. We hebben hier in de omgeving Woldwijk, dat zijn mensen wonen allemaal in tiny houses. En daar zitten heel veel kunstenaars en die zijn hier met echt, 8 man en allemaal hout gekomen. En in groepjes allemaal met jongeren meubels gemaakt. Schilderen hebben we al gedaan, beats maken. Dus we proberen eigenlijk, het is eigenlijk de uitprobeerfase en we proberen eigenlijk hier zoveel mogelijk verschillende soorten workshops neer te zetten, zodat er voor ieder wat wils is. Ik heb al jongens gehad die wouden hun brommetje hier spuiten. Volgens mij moet dat ook te realiseren zijn. Mijn naam is Thijs. Het is eigenlijk niet heel veel, maar ik vind het gewoon fijn dat je dan gewoon lekker kan zitten met z'n allen, een beetje praten, muziek draaien. Gewoon, je krijgt ook koffie en alles hier. Dat is ook belangrijk. Ik vind het fijn dat je nu een beetje van straat wordt afgehaald en zo, en dat je gewoon lekker binnen kan zitten. Dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Het begint meestal gewoon om 7:30 op dinsdag. En dan is het om 9:00 klaar en dan heel af en toe blijf ik gewoon met Nikki nog even zitten en dan even praten. En op donderdag gaat het om 8:00 open en dan is het om 10:00 of 9:30 klaar. En dan blijven we ook nog wel eventjes zitten meestal. Ik zou gewoon zeggen, gewoon heen gaan. Wij zijn niet echt van het beledigen van mensen en zo. We zijn wel open naar andere mensen. Dus het is altijd welkom eigenlijk. Ik kan altijd gewoon heen komen.